It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag 19 september en we leven om 18 minuten over 1. 13 uur 18. Het is inmiddels weer 17 graden. Het was 16. En het was mistig. Maar die mist, die zag ik al enig niet. Het is nu 17 en het zonnetje schijnt. Ja. Daar zijn we weer helemaal blij mee. Ik zit nog even aan huis vastgebonden. Ik kan de meisjes nog niet uitlaten, want ik weet bij hoog en belaag niet hoe laat de hulp komt en wie er komt. Nee, het kan Marion wezen, het kan Celine wezen. Ik weet er niks van. En ik krijg geen gehoor bij het bedrijf. Nee, ook dat. Dus het is even afwachten. Er komt wel iemand, maar wie? Joost mag het weten. Ik weet het niet. Ik kan ook nog maar weer een ander wezen. Ik weet het echt niet. Maar wat dat er gaat, ben ik wel weer blij als het maandag is. Want dan komt onze Willy weer. Ja. Niet dat de anderen niet goed zijn, maar het is zo'n geharre waarvan het een naar het ander en de tijden heel anders. Dan ben je er niet aan gewend, hè? Dus ja, de meisjes die moeten het nog even met de tuin doen en in huis. Dus dat als ze er is, ja, dan kijk ik pas weg, want ik weet het echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Maar ja, we komen er vanzelf wel achter, hoe ze de wat is. En kan alweer wauw, wauw, daarboven aan het brullen, want de droger die draait, ja. Dus dat dus. Alwin die zegt wel van, hé, ik hoor wat. Dat is Kandalevie, boven. Ja, is er boven. Ja, is er boven, hè. Jullie mogen zo nog weer even naar buiten, hè. Naar buiten. Naar buiten. Ja, precies, ja. Kan wel, doe maar. Hé, lekker eventjes. Heerlijk even genieten. Nee, maar dan baal je wel als een stekker, hè, als je helemaal van niks weet hoe en wat. Ja. Lekker meisjes. Ja, dat dus. Hé, lekker even genieten. In de tuin. Hé? Ja. Nog even een keer een bak koffie doen. Ik kan er ook even niks aan doen. Elwing die heeft al wel gepoepsek gezien. Dat moet ik zo weer opruimen. Dus. Heerlijk. Lekker zitten op dat kontje. Die komt weer binnen, hè? Ja, nou. Hij komt weer binnen, hè? Nou, ga je ook maar zitten, op dezelfde manier. In afwachting van. Zou je haar eens denken. Geweldig.
Maar ja, zo kom ik er ook natuurlijk niet. En ik baal er enorm van dat ik niet kan lopen met ze. Dan was ik de deur al uit geweest. Als het Willy had gekomen, maar ja. Het is al op de klok kwart over in, maar die is achter. 13:22 is het. Ja. Ik snap het niet, als het Marion is, die heeft mijn telefoonnummer. En trouwens, Celine ook. Want Celine, die had ik al in mijn telefoon. En niet vanwege het beroep, omdat ik er al eerder heb gehad. Nee, als vrienden. En ik had, ja, uit het oog een beetje verloren. Maar dat doet er niet toe. We hebben elkaar weer. Ik vind dat wel een leuk gezicht. Ja. Het lijkt soms net een standbeeld. Hé, Rijka? Rijka. Ze reageert wel. Hé, meisje? Rijka lief? Ja, hè? Ja. Hopie dopie. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal verder een hele, hele fijne, liefdevolle middag toe. Geniet ervan, met het prachtige mooie weer. Gaan wij ook verder doen. En ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ja, hier zit ik dan. Ik heb de slingers al opgehangen. Voor Karin. Fuifie. Ja. Ga ik zelf moeten doen. Want er is nog steeds geen ene enkele hulp. Nee, en alles staat over de hartjes. Ik heb de stofzuiger al gepakt. Ik ga zo meteen stofzuigen en hier en daar een doekje overheen halen waar het moet. En ja, ik zal het zelf moeten doen. Ondanks dat ik verga van de pijn in mijn knie en onderrug. Want ik heb net trap op trap af geweest om die slinger op te hangen. Trapsta is alweer in de schuur, logischerwijs. En daarom staat de boel dus zo. Maar dat maakt niet uit, want dan kan ik ook makkelijk daar even zuigen in dat hoekje, et cetera. Dus dat komt hopelijk wel goed. En ja, dan zal ik ook die blauwe curvebox weer naar beneden halen. Dan is die ook weer naar beneden. Maar ik verga van de pijn in mijn rechterknie en mijn onderrug. Daar word je niet vrolijk van, nee. Maar oké, ik zit ook met Celine te praten, die dinsdag hier was. Maar ja, die heeft vandaag zover ik weet vrij, dus ja, die komt niet. En ja, nee, ze had ook andere dingen. En ze markeert ook van alles en nog wat. Maar er is ook niet afgezegd, hè, door het hele bedrijf niet. En Libel, hoe heet zij nou? Ik vergeet steeds hoe zij heet. Isabel. Die is op vakantie. Dus ja, dan krijg vroeg ze of ik een nummer had van een andere persoon. Nee, die heb ik niet. Nou, nou is het teruggesproken, dus ik zal zo even luisteren. Want dat gaat jullie weer niks aan. Maar ik vind het niet fijn, dit. Nee, het is niet goed gelopen met de communicatie. Ik heb helemaal geen telefoon van het hele bedrijf niet gehad. En dat is niet fijn. Ze horen je wel even netjes op de hoogte te brengen van sorry, we kunnen geen hulp krijgen. Bla bla bla, je weet het wel. Dus dit vind ik niet zo fraai en daar krijgt Isabel wel van te horen. Ja. Het ligt er niet aan Isabel, maar aan degene die het waarneemt. Want Isabel is op vakantie. Dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder. Ik zou zeggen tot later en dan laat ik het jullie wel weer even zien straks. Doei doei. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer thuis en wat is het koud. Ik heb de meisjes even lekker uitgelaten, maar het is oh zo koud. Gemeen koud. Zeggen ze toch 17 graden. Op de computer zeggen ze 18 graden. En wat zegt mijn telefoon? 17 en het voelt als 16. Dus ja, dat dus. Maar ja, het is echt koud. Maar ik heb weer een heleboel gedaan, althans.
eigenlijk wel ja, voor mij wel, voor mijn doen. En dat is er bovenop schoongemaakt. En dat is schoongemaakt. Enkel dat moet nog. En daar moet nog. En de vaatwas moet nog. Dus ja, dat moet nog gedaan worden. Maar wie weet, vanavond, ik heb wel twee vlogs in elkaar ook gezet. Dus ook dat heb ik gedaan. Ik ken nou, de laatste ken ik nou naar YouTube gaan brengen. Want terwijl die bezig was, ben ik met de meisjes uitgegaan. En dan ga ik zo eten. En bakje koffie, warm worden. Het echt, hoe word ik het koud? Oeh, ik moet gewoon vergapen, zo. Maar ja, ik ben ook moe. Maar op een tevreden manier. Ja, ik heb het toch alleen weten te realiseren. En sneller dan ik van mezelf had verwacht. Ja. Dus, ik moet enkel die vakjes nog doen en achter mijn scherm en hier nog even opruimen. En schoonmaken, et cetera. Maar ik denk dat ik dat morgen doe voordat ik de computer aandoe. Ja. Dan doe ik de computer niet eerst aan. Dan ga ik eerst aan de gang en dan kan ik tenminste een beetje verslepen en doen. Snap je? Ja, dat dus. Maar ik zal mijn sleutels weer even in mijn nieuwe portemonnee. Nou ja, portemonnee. Ja, hij moet een portemonnee voorstellen. Maar hij is wel leuk. Ik heb hem gekregen van Tiki. Ja. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ik ben daar wel gek van. Voor zulke soort dingetjes. Zo. Dan kan ik hem weer ophangen. Voilà. En dan ga ik zo meteen ook televisie kijken. Want ja, Dr. House die is al begonnen. Ja, Dr. House gaan kijken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om naar boven toe te lopen. Ja, ja. Ik ben al met de hondjes alweer uit geweest. En het was me toch koud. Oh, dat willen jullie niet weten. Ik had mijn vest aan, ik had mijn dikke jas aan en alsnog had ik het koud. Maar ja, ik heb ook nog een zomershirtje aan, hè. En zomerbroek, ik heb wel een panty eronder aan, maar het is allemaal dun, 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 dun. Maar we gaan nou lekker een beetje toe, want het is alweer reeds 3:08. Ja. Ik zat even op YouTube al die leuke filmpjes even te kijken, weet je wel. Die leuke grappige filmpjes. En ja, moet je wel eens lachen en blijf je gaan scrollen naar een nieuwe en zo. En dat moet je eigenlijk niet doen, maar zo leuk, zo lief af en toe, ja, echt. Maar we gaan nou lekker een beetje toe. Dus ja, de oorbellen gaan weer uit en ik ga een kruik klaarmaken en de tuindeur op slot doen. En dan is het naar boven toe, ja. Ik had alles al wel klaar gezet. Moet ik er nog water koken? De kruik is ook met het oude water al leeg. Dus ja, komt helemaal goed. Dus lieve vrienden, ik wens jullie allemaal welterust. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!